Wat zo bijzonder is aan dit park is de grootte. Het is toch wel 5000 hectare. We blijven daar eigenlijk zoveel mogelijk met onze handen vanaf. Natuurlijke processen die mogen zich daar voltrekken. Dat maakt het wel vrij uniek. Op zo'n ochtend met die mist sladden en het zonnetje wat opkomt en dan die herten die je hoort burrelen, dat is machtig mooi natuurlijk. Daar waar de mens eigenlijk altijd wel bezig is met zagen en planten en allerlei ingrepen te plegen, daar proberen wij zoveel mogelijk met onze handen van het gebied af te blijven. Daardoor kunnen populaties dieren, zoals edelherten en damherten, zich op een natuurlijke wijze ontplooien en ontwikkelen. En zie je ze ook groeien.